Hey, ik had jullie in mijn vorige video gezegd dat ik jullie graag zou willen meenemen in de projecten waarmee ik bezig ben. Morgen heb ik een bruidsmake-up. Nu, de proefmake-up is al gebeurd, dus alle make-up is al bepaald. En aangezien ik morgen om 7:30 er moet zijn, wil ik graag dat alles voorbereid is en dat alles al klaar ligt. Dus daar ben ik eigenlijk nu mee bezig met alles in mijn make-up koffer te zetten. Zo, alles is ingepakt, ready to go. Ik zie jullie morgen vroeg. Geen ochtend zonder koffie. Met een happy Mickey Mouse tas. Goedemorgen, het is 7:00 ochtends en ik heb gezegd in een van mijn vorige video's dat ik jullie ging meenemen naar wat ik allemaal ga doen, waar ik allemaal mee bezig ben. Ik heb nu een bruidsmake-up en ik wou jullie meenemen om te laten zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat. De make-up is gedaan. Ik ben nu onderweg naar de Carrefour, want ik heb daar een postpakket aangekregen van het merk zelf. Ik heb daar onlangs een review over gegeven over hun dagcreme. En ze hebben mij nu een scrub opgestuurd. Dus ik ben heel benieuwd om het te zien. Ja, deze wordt een van mijn volgende reviews. Oeh, die zit daar niet op. Ik zal het nog eens proberen, hè? Ik zal het nog eens proberen. Ah nee, die zit daar nog in? Op YouTube lukt dat toch altijd? Oké, ik geef het toe. Dat is een beetje een flauwe, maar ja. Om hierop voor te gaan, een vriendin van mij is naar Dubai geweest en ik heb gevraagd om enkele producten mee te nemen voor mij, waaronder die van Huda Beauty. Ik wou deze al heel lang proberen. Ik heb de Lana nummer 10. Even laten zien. Zo. En ik heb de Jade nummer 13. Ja. Ik wou ook al super lang het palet van de Rose Gold Edition uitproberen. Deze kleuren zijn zo mooi. Ik ga het laten zien. Het is het palet zelf. En de kleuren. Oh, kijk nu. Kijk nou, mooie kleuren. Kijk.
Vooral deze, zie je. Deze kleur. Oh, die steekt mijn ogen ook al uit. Zie je? Dus verwacht van deze binnenkort zeker een make-up tutorial. Want ik kan niet wachten om deze uit te proberen. Nu als laatste product, want anders ging mijn bankrekening gillen, heb ik de highlighter van Becca gevraagd om die mee te nemen. Deze is perfect voor een trouwmake-up. Een heel natuurlijke glow te geven aan het gelaat. Ik ga hem even laten zien. Het is eigenlijk een zachte kleur. Op. Voilà, ik hoop dat je het goed op de camera kan zien. Zie je? Dus deze gaat in mijn nieuwe video's, ga je zeker deze zien voorbij komen. Nog één keer? Ja, allee. Nog één keer. Schoon. Gedragen verder. Gedragen. Zo, dit was mijn eerste vlog. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten om even mee te kijken met wat Veerle zich allemaal mee bezighoudt. En dan zie ik jullie op mijn volgende vlog. Dag! Thank you.